Ja, dit is stofval, dit is klaar. Ja, er komt regen aan, lijkt het, na lange tijd. Alleen zoals je kunt zien, ja, dit gewas is echt helemaal afgestorven. Je trekt het lof er ook zo uit. Dus deze hebben helemaal niks meer aan het vocht. Door de droogte valt de oogst flink tegen voor de aardappeltelers als Simon Willems. De regen is welkom en toch zijn er gemengde gevoelens. Je hebt kans op een explosieve groei op sommige percelen, waardoor er groeischeuren ontstaan in de aardappelen. Of de nieuwe aardappelen gaan als het ware een aardappeltje bovenop de bestaande aardappel vormen, waardoor je veel poppetjes krijgt. En daarnaast is er kans op doorwas. Dat betekent dat deze aardappelen weer opnieuw gaan uitlopen al. Ja, ze denken inderdaad dat het nieuwe seizoen dan begonnen is. Dus daar zijn we ook als pootgoedtelers huiverig voor. En daar blijft het niet bij, want stel dat het de komende maanden blijft regenen. Ja, we hebben nog 300 mm te goed. En we zijn een beetje huiverig dat dat straks in september, oktober, tijdens het oogsten, dat het dan gaat vallen. En dan sta ik hier, net als vorig jaar, sta ik misschien met jullie weer tussen het water. Dus in dat opzicht zijn we best wel een beetje gespannen van wat gaat de komende maanden qua regen gaat het doen. Er zijn gemengde gevoelens over de neerslag. En willen we kunnen gaan starten met oogsten, zullen we ook regen nodig hebben. Dus ik kan zeggen, het is nooit goed, maar het komt gewoon heel precies. Laten we daarop houden. Nog te vroeg om conclusies te trekken wat het gaat doen qua financiële resultaten.